jaren geleden bestond er een prachtig land waarvan men de naam vergeten is. Het was zo onmetelijk groot dat niemand precies wist waar het begon en waar het eindigde. De sultan van dat land was zo machtig en zo rijk dat hij niet het minste besef had van zijn bezittingen. Elke week ontbood de sultan zijn onderdanen en keek hij gretig uit naar de geschenken die ze hem zouden brengen. De sultan had in de loop der jaren al zoveel geschenken gekregen dat hij van een gouden halsketting met smaragden of een zilveren bokaal met ingelegde robijnen nog nauwelijks opkeek. Iedereen wist dat je de bevelen van de sultan beter kon gehoorzamen, dus deed iedereen zijn uiterste best om steeds het mooiste geschenk te vinden. Hoewel hij dus erg verwend was, nam hij de geschenken altijd met een glimlach in ontvangst. Wat stelt dat voor, man? Dat stelt niets voor, hoogheid. Het gaat iets voorstellen. Het is een tulpenbol. Tulpenbol bij Allah, een tulpenbol, wat is dat? Een bol en die moet je in de aarde stoppen en dan groeit er na verloop van tijd een tulp uit. Een tulp? Een bloem. Zo mooi en zo waarachtig dat je zou willen dat ieder bloem in je paleistuin zou worden vervangen door een tulp. Denk jij nu echt dat ik ga wachten tot er iets moois uit die uien van jou groeit? Hoe haal je het in je hoofd, man? Je krijgt exact 1 week de tijd om te zorgen dat er iets groeit uit die uien van jou. En anders gaat je hoofd eraf. Ja, maar... Ik duld geen ongehoorzaamheid in mijn rijk. Ha. Ja, hoor. De brave tuinman was radeloos. Het was herfst en de gure wind kondigde reeds een harde winter aan. De tuinman wist genoeg van bloemen en planten om te begrijpen dat die ui in de aarde gestopt moest worden. Pas in de lente zou de bloem zich tonen, maar zoveel tijd had de tuinman niet. Hij had maar 1 week. De volgende ochtend begon de sultan te huilen. Zonder enige reden bleef hij maar huilen en huilen. Er was geen stoppen aan. Iedereen probeerde hem op te vrolijken, maar niets hielp. Het is allemaal de schuld van die tuinman. Met zijn uien. Terwijl de geheimzinnige huilbuien van de sultan maar bleven aanhouden, verscheen er plots een vreemde zwerver Helaas in de paleistuin. U zult tot een van zijn grote zonen behoren als u mij aan wat eten en aan wat drinken kunt helpen. Bent u op reis? In al mijn levens ben ik op reis. Ook in dit leven gunnen mijn voeten mij geen rust. U kunt hier vannacht wel slapen als u wil. Het is hier in ieder geval koel en droog. Men zegt dat jij een man bent die de ware schoonheid van de natuur in je hart draagt. Is dat zo? Huh? Ik zal jou helpen. Als jij mij kunt bewijzen dat jij werkelijk het ware inzicht in de natuur hebt. Kom eens mee. Zie je die krak, kinder? Probeer hem met 1 worp te raken. Morgen kom ik terug. Toon me dan de wijsheid die je in je hebt. Hoe hard de tuinman ook probeerde, de kruik stond veel te ver om met een steen te kunnen raken.
Heel de nacht had de tuinman wakker gelegen van de opdracht. De volgende ochtend kwam de fakir terug. Het is toch die kruikkinderver die je bedoelt, hè? Je bent een wijs man, tuinman. Ik zal je helpen. Nee, maar dat zou de sultan moeten zien. De sultan is ziek. Hij is ziek van zijn rijkdom en zijn macht. Hij is blind geworden voor de schoonheid van het kleine en het eenvoudige. Hij heeft nog maar één kans om te blijven leven. Misschien dat de schoonheid van deze bloem hem nieuw leven schenkt. Snijd die tulp af, beste tuinman, en vraag of je ermee bij het bed van de sultan mag worden toegelaten. Als hij de schoonheid niet ziet, dan is zijn ziel reeds gestorven en dan zal zijn lichaam spoedig volgen. Nou, ga nu. Ik wacht hier op je. Hoogheid. Oh, de bloem uit de ui. Hoe groot is Allah's werk? En hoe klein is de mens? Waar de tuinman zet de bloem in een vaas naast mijn bed. Hartelijk dank. En toen zei hij mij dat ik exact 1 week kreeg om de tulpenbollen te laten openbloeien. We zullen de handen uit de mouwen moeten steken. En voor zonsopgang moet het werk klaar zijn. Wij moeten ons haasten. Op datzelfde moment stopte de tuinman de laatste bol in de aarde. Toen de minaretten door de eerste stralen van de ochtendzon werden verwarmd, klonk er rumoer uit het paleis. Nog diezelfde dag stonden de tuinen van de sultan vol met kleurrijke tulpen. Als een lopend vuurtje verspreidde het nieuws zich. De sultan kon weer lachen. Mijn waarde tuinman. Toen je mij die tulpenbollen schonk, was ik niet erg onder de indruk van je geschenk. Ik weet dat ik jou en vele anderen onrecht heb aangedaan. En daarom benoem ik je tot opzichter van de grote tulpenbollenkwekerijen die we hier gaan aanleggen. Iedereen in mijn rijk zal een zakje tulpenbollen krijgen, zonder ervoor te moeten betalen. Ik wil dat er in ieder huis en in iedere tuin van deze bloem genoten wordt. Daarom beveel ik dat men al mijn schatten en al mijn rijkdommen onder de armen van mijn land moet verdelen. Alles? Nou ja, alles. Niet alles natuurlijk. Ik zelf moet niet in armoede en in honger leven. Hè? Ja, dat lijkt me overbodig. De tulp werd het symbool van wijsheid en geluk. Het land bestaat al lang niet meer, maar er gaan verhalen over een oude vergane vlag die ergens in een museum te zien zou zijn. Die vlag stelt voor een vuurrode tulp tegen een stralend blauwe hemel. En als de warme zuidenwind over het land jaagt, en als je goed luistert, kun je nog steeds
de gulle lach van de sultan horen.